Een joint draaien van legaal geteelde wiet. Dat gebeurde vandaag in coffeeshops in Almere. Die gemeente doet mee aan een landelijke proef om drugscriminaliteit tegen te gaan. Hij wil dat het veiliger wordt op straat. En daarom wil Danny van Krimpen doorgaan met surveilleren in Almere Buiten. En het is een droom die uitkomt. De 20-jarige Mika is een student aerodynamica. En hij mag binnenkort stage lopen bij een raceteam in de Formule 1. Het is maandag 17 juni en dit is Flevoland. Goedenavond. In de Almeerse coffeeshops is er vanaf vandaag ook legaal geteelde wiet te koop. Het gaat om een landelijke proef die in 10 steden wordt uitgevoerd. De proef is een overgangsfase en gaat 3 maanden duren. Daarna is het de bedoeling dat alleen legale wiet wordt verkocht. Elko van Laarhoven gebruikt al jaren softdrugs. Hij is voornemens om nu alleen nog maar legale wiet te roken. Het is lekker wietje, het is nieuw, het heeft een andere smaak, het heeft een andere qua effect. Het is voor iedereen wat anders. De kwaliteit is beter, het is minder chemicale stofjes zitten erop gespoten. Dus dat betekent dat het ook gezonder voor de gezondheid is, het veel beter. Alleen maar pluspunten. In heel Nederland zijn er nu 2 legale telers van wiet. Een van hen is Bart Vollenberg, die ook coffeeshop-eigenaar is van de Blowboat in Almere. Hij is verheugd over de stap in het wiet-experiment. Dit is voor ons een hele bijzondere dag, want na 25 jaar hebben we eindelijk legale aanvoer. Wat kunt u vertellen over het nieuwe product? Dan moeten we eigenlijk hier kijken in de schappen. We hebben hier producten staan in zakjes. En het nadeel daarvan is dat je het niet kan zien. En we hebben ook producten staan in potjes. En daar kan je gewoon goed van zien hoe het eruit ziet. Wat in het verleden kon je het ook nog ruiken. Dat kan nu niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat de klant de weg zal weten te vinden naar deze producten. En we gaan vandaag zien wat ze ervan vinden. Het uiteindelijke doel van het experiment is om drugscriminaliteit tegen te gaan. Een half jaar geleden waren Tilburg en Breda al begonnen. Vandaag begint de overgangsfase. En dat betekent dat de coffeeshops gereguleerde wiet gaan verkopen. Maar ook nog die gedoogde wiet mogen verkopen. Omdat het nog niet helemaal voldoende is wat de gereguleerde telers kunnen leveren. En dit gaat ongeveer 3 maanden duren. Het is gepland tot september. En dan hopen we dat er genoeg telers zijn om ook genoeg verschillende producten te kunnen leveren aan de coffeeshops. Er zijn 2 redenen die voor ons belangrijk zijn om mee te doen. De eerste is de gezondheid, omdat je iets wat legaal geproduceerd is beter kunt controleren op wat erin zit. En de ander is dat bij niet gereguleerde wiet via het criminele circuit wordt gehandeld. En op deze manier kun je producten legaal verkrijgen, zodat je niet in aanraking komt met de criminele wereld. In de gemeente Almere geldt nu ook een nieuw coffeeshopbeleid. Zo mogen de verkooppunten al om 12 uur 's middags open in plaats van 4 uur. De registratie van klanten komt te vervallen en de vergunningen voor nieuwe coffeeshops worden voor langere tijd afgegeven. Inbrekers sloegen de afgelopen 12 maanden relatief het vaakst toe in Almere. Op Urk zijn naar verhouding de minste inwoners geconfronteerd met een inbraak. Dat blijkt uit gegevens van de politie, die zijn geanalyseerd door de gezamenlijke regionale omroepen. In Almere waren sinds juni vorig jaar 211 woninginbraken, de meeste in Almere stad. In Lelystad werden 68 inbraken gemeld, waarbij Waterwijk Landerijen populair bleek. In Flevoland zijn sinds juni vorig jaar 349 inbraken gemeld. Dat ligt relatief gezien onder het landelijk gemiddelde. Het schip Nieuw Horizon gaat de komende 3 jaar varen tussen Lelystad en de Markerwadden. Natuurmonumenten was sinds vorig jaar zomer op zoek naar een nieuwe rederij voor de veerdienst nadat het brak met Blue Amigo. Het schip van die maatschappij ging vorig voorjaar stuk en een vervangend vaartuig kwam er niet. Het schip Nieuw Horizon wordt al enkele maanden gehuurd en dat bevalt natuurmonumenten goed. Aan boord is plek voor circa 100 bezoekers en medewerkers. De VVD in Lelystad wil af van het geldpotje voor ideeën van burgers. Vooruitlopend op onvermijdelijke bezuinigingen is het volgens de liberalen op dit moment niet verantwoord om daarvoor jaarlijks €200.000 opzij te zetten. Het gaat over de zogeheten motiemarkt die inmiddels 7 keer is gehouden. Er is ook een kinderideeënmarkt.
doel is om de stad socialer, leuker en aantrekkelijker te maken. Lelystad staat er financieel slecht voor, met een tekort op de begroting van 17 miljoen euro per jaar vanaf 2026. Morgen praat de VVD met andere partijen over hun voorstel om de ideeënmarkt af te schaffen. Danny van Krimpen begon een paar maanden geleden met zijn bedrijf OSJW. Dat staat voor Ondersteunende Surveillance Jeugd en Wijk. Daarmee wilde hij Almere Buiten een stukje veiliger en socialer maken. Maar Van Krimpen werd teruggefloten door de politie. Wat hij doet, mag niet zomaar. Intussen is er een vergunning aangevraagd, maar of hij die krijgt is onzeker. Eén ding staat vast voor Van Krimpen, hij gaat hoe dan ook door. De formule van eigenaar Danny van Krimpen is simpel. Je wordt lid van zijn bedrijf OSJW en je kan rekenen op allerlei hulp. Maar waar je nog geen dokter of politie bij hoeft te hebben. Ook rijdt hij door de wijk om een oogje in het zeil te houden. Het er gewoon zijn werkt volgens hem ook preventief tegen gespuis in de wijk. Maar er blijken wat haken en ogen aan het initiatief te zitten. Nou is het stukje ondersteuning, dat is vergunningvrij. Inbraakpreventie is vergunningvrij. Maar waar de politie denk ik over valt, is het stukje surveilleren in de wijk. Hun vinden dat dat puur toebedeeld is aan hun. En daarom willen ze ons kwalificeren als beveiligingsbedrijf. Maar kan je dat stukje surveilleren dan niet weglaten? Dat zou je weg kunnen laten, alleen hoe zou je het dan noemen? Omdat wij natuurlijk alleen maar actief zijn in de nacht, kom je het een en ander tegen. Ja, je ziet toch dingen. Je ziet toch dingen in de nacht. In de nacht gebeuren heel veel dingen. He, verdachte situaties, inbraken, noem het maar op. Op het moment dat ik dat ga melden, ja, dan zeggen ze al, je bent aan het surveilleren. Als OSJW rondrijdt in de wijk, gaan duimpjes omhoog. Ook directrice Sandra Rozenboom van een basisschool midden in de wijk waar Van Krimpen actief is, is enthousiast over het initiatief. En ik ben blij met het initiatief omdat ik hier op school heel erg merk dat veel mensen geen sociaal vangnet hebben. Of alleenstaand zijn, moeder of vader, dat ligt eraan. 2-3 kinderen hebben. Veel hebben geen auto, omdat alles is duur, alles kost veel. Dus een auto laten ze dan vaak snelst schieten. En als er dan wat aan de hand is en je zit met 3 kinderen alleen thuis en je hebt geen sociaal vangnet, dan kun je bellen. En dan staat iemand voor je deur die je kind bijvoorbeeld naar de spoedpost brengt of iets anders. En dat vind ik gewoon heel erg fijn. Want ik zie dat ook aan de gelden die ik moet innen voor school, er is gewoon geen geld bij mensen. En als zij bijvoorbeeld een ambulance moeten bellen en eigenlijk is de ambulance nog net niet nodig, dan krijgen ze een ontzettende grote rekening. En dat soort zaken is gewoon ontzettend jammer. Ook buurtbewoner Aurelia Rommers is vol lof over Van Krimpen. Ze snapt niet goed waarom hij moest stoppen van de politie. Want toen hij nog rondreed in de wijk, leek het preventief goed te helpen. De laatste 2 maanden, sinds het niet meer mogelijk is, zien we weer deuren worden ingetrapt. Je ziet heel veel hangjongeren weer op straat. En het gevoel van niet-veiligheid of niet-veilig komt helaas weer terug. Maar alles goed en wel. Wat Van Krimpen doet, mag dus gewoon niet. Betaald surveilleren vanaf de openbare weg. Ergens snap ik hun ook, hè, want ze zijn bang dat er misschien wildgroei ontstaat. Als ze mij niet verbieden, dan mag Pietje en Jantje en Henkje mag dit natuurlijk ook opstarten. En dan krijg je meer een burgerwachtachtig verhaal. En dan krijg je misschien wel cowboy-taferelen. En dat is iets wat ze natuurlijk niet willen, wat ik ook volledig begrijp. Van Krimpen hoopt natuurlijk dat hij zijn vergunning krijgt, zodat hij zijn bedrijf echt kan starten en uitbreiden. Stel je voor dat het niet lukt met die vergunning, wat dan? Dan kunnen wij besluiten om door te gaan als burgerinitiatief. En dan zullen wij onze bedrijfsstructuur moeten aanpassen. En dan zouden mensen in plaats van die 14 euro per maand een donatie kunnen doen. Zodat het een burgerinitiatief blijft. En dan mag het wel? En dan mag het wel. Dan mag het sowieso? Ja. Nogmaals, de overheid zegt op het moment dat je daar dus betaald voor krijgt, gelden de andere regels dan dat je het gratis doet. En is eigenlijk een beetje merkwaardig, maar het is wat het is. We hebben de politie ook om een reactie gevraagd, maar die wil niet inhoudelijk reageren op het verhaal van Van Krimpen. Studenten in Gambia die in Koksten nu van Le Mirage rondlopen. Kan zomaar gebeuren. Aan het eind van het jaar wordt een container vol keukenspullen en apparatuur van het voormalig restaurant naar het Afrikaanse land verscheept. Le Mirage was een begrip in de polder en sloot onlangs na 32 jaar de deuren. Een stichting Triple C heeft de spullen gekregen en maakt nu alles klaar voor verzending naar Afrika. Ik heb hier borden, theeglazen, allemaal schalen,
kopjes, daar nog weer wat kleinere borden, glaswerk voor ijsblokjes, messen. We hebben ook mooie kleding gekregen van hun. Die kunnen de mensen die dan weer daar gaan werken, de studenten, misschien dragen of we gaan kijken. Daar komt zeker een goede bestemming voor. Willy op de Hoek van Stichting Triple C is dolblij met alle spullen die ze heeft gekregen van voormalig restaurant Le Mirage. De spullen gaan naar Gambia, waar de stichting een horecaopleiding start. Zodat de Gambianen een les krijgen, een opleiding in de toerisme, waar ze dan wel een beetje hun geld in kunnen verdienen. Want als zij niks leren en zij zitten thuis, dan is er weinig toekomst. Dus het is eigenlijk bedoeld dat zij de toekomst een beetje een beroep leren, waardoor ze dan weer wat kunnen geld verdienen, wat voor hun familie weer goed uitkomt. Extra bijzonder is dat niet alleen de spullen naar Afrika gaan, maar ook dat Op de Hoek zelf meegaat om de opleiding op te zetten en les te geven. Ze werkt nu al in de horeca en wil dat combineren met haar liefde voor Gambia. In 2015 ben ik daar al voor het eerst geweest en het is gewoon een warm bad waar je in terugkomt. En dan denk ik altijd de warmte, de liefde van de mensen, de uitstraling. Ik vind het ja, fantastisch daar. En u dacht, ik wil ik wil daar iets doen. Ik ga straks met pensioen. Ik wil gewoon een soort van invulling in mijn leven waarvan ik denk, ja, dit is gewoon, horeca is mijn passie en Gambia heeft mijn hart. Dus mooie combinatie, ik ga er helemaal voor. De spullen, en ook Op de Hoek dus, gaan eind van het jaar richting Gambia, West-Afrika. Dan is het gebouwtje voor de opleiding klaar. De enthousiaste Emmeloordse ziet een mooie toekomst voor de studenten. In die regio is de toerisme echt in opkomst. Dus ik denk dat ze daar echt heel goed hun werk in kunnen vinden. Net als veel anderen was Almeerder Mika Ruysenaars als kleine jongen al in de ban van snelle raceauto's. Nu hij studeert, komt voor hem een lang gekoesterde droom uit. Ik vertrek over 2,5 weken richting Engeland en dan ga ik daar een jaar lang wonen en werken en ga ik aan die auto sleutelen. De 20-jarige student Aerodynamic Engineering Mika Ruysenaars uit Almere mag stage lopen bij een Formule 1 raceteam. Ja, ik heb me ergens in, wat was het, oktober, november heb ik me aangemeld bij allerlei vacatures. Want elk Formule 1 team biedt elk jaar plek aan een aantal studenten om daar een jaar te gaan werken. En zodoende ben ik me daarvoor gaan aanmelden. En met de ervaring die ik hier heb opgebouwd heb ik uiteindelijk een plekje weten te bemachten bij Aston Martin. Hij werd gekozen uit duizenden aanmeldingen vanuit de hele wereld. En wat hielp was dat Mika het afgelopen jaar onderdeel was van het Formula Student Team van de TU Delft, waar hij studeert. Eigenlijk met een heel team studenten hebben wij een jaar lang een soort van kleine Formule 1 auto in elkaar gebouwd. En die hebben wij vandaag gepresenteerd. Mika hield zich bezig met de aerodynamica. Dus dat houdt in dat je je bezighoudt met alle vleugels op de auto, alle luchtstroom op de auto. En ik heb me daarbij vooral bezig gehouden op het structurele gedeelte daarvan. Dus alle onderdelen moeten op een gegeven moment ook vastkomen aan de auto. En daar heb ik me vooral bezig mee gehouden. En dat is ook wat hij bij Aston Martin gaat doen. De aerodynamica ga ik daar ook doen. Dus in principe, elk jaar heb je een heel nieuw aerodynamisch pakket. Dat moet voldoen aan alle regels van de FIA natuurlijk. En ik ga daar mee bouwen. Ik ga ermee aan het ontwerpen. Vooral het ontwerpen ervan zal ik me mee bezig houden. Dus je gaat op de computer simulaties runnen. Je gaat kijken welke onderdelen wel werken, welke niet werken. Waarmee je sneller gaat, waarmee je minder snel gaat. Dat ga je uiteindelijk in de windtunnel ga je testen. Dus alle onderdelen die je op de computer hebt getest, die doe je dan in de windtunnel. Kijk je daar of ze nog steeds hetzelfde doen en of ze dan goed werken. Dan komen ze misschien op de auto. En dan heb jij misschien ook echt meegewerkt aan die Formule 1 auto die wij zien op tv. Ja, zeker. Als het werk wat ik doe, dan zit er een grote kans op dat het gewoon om die auto komt inderdaad. En dat is ook een beetje jouw droom? Ja, uiteindelijk is dat wel het doel inderdaad. Het zou heel vet zijn als uiteindelijk we een race winnen en dat is gewoon mijn onderdeel dat erop zit. Die droom heeft Mika al van jongs af aan. Ik kreeg vroeger al Formule 1 en op een gegeven moment kwam er op mijn middelbare school kwam er iemand vertellen over de opleiding die ik nu doe. En die vertelde dat haar stagebegeleider in de Formule 1 is gaan werken. En ik dacht van nou, weet je, we kunnen altijd proberen. Dus zodoende ben ik die opleiding begonnen met de hoop dat het ooit een keer zou lukken. En toevallig lukte het en nou, hier staan we. En maakt het dan nog uit voor welk team je gaat werken? Politiek correct moet ik zeggen ja. Maar in de realiteit melden alle studenten zich voor heel veel teams aan. En dan kijken ze uiteindelijk waar het goed in gaat en waar niet. Maar ik ben wel heel blij met wat het is geworden uiteindelijk. Want het is wel gewoon een team dat vorig jaar elke competitief heeft meegedaan. En dit jaar zijn ze ook weer goed op weg. Dus het gaat leuk worden. Wat hij dan precies heeft verbeterd aan de raceauto van Aston Martin mag hij absoluut niet vertellen. Ja, het contract is wat dat betreft wel heel uitgebreid inderdaad. Dus er is inderdaad, je moet alles geheim houden wat je daar krijgt. Je mag het met één persoon delen in je directe omgeving, maar
daar houdt het ook op. En voor de rest mag je niks delen. Als je naar andere teams wilt gaan, moet je dat aangeven. Eigenlijk alles wat je buiten dat team doet, moet je wel aangeven in verband met geheimhoudingsplicht. Na zijn stage hoopt Mika op een baan in de Formule 1. En wat daarvoor nodig is? Ik denk gewoon gedreven zijn en passie hebben voor wat je doet. En gewoon plezier hebben in wat je doet. En dit was Flevoland Vandaag. Wil je op ieder moment van de dag het nieuws volgen? Kijk dan op onze gratis te downloaden app. Dan weet je al het nieuws uit Flevoland als eerste. Voor nu wens ik je nog een mooie avond en heel graag tot morgen. Dag.